Wat gaan andere mensen van mij vinden dat ik nu als Marokkaan of als moslim bij Ponyoes werk? Nee, en stel je voor dat ik seksueel misbruikt word en uit zelfverdediging sla ik die man op zijn kop en hij gaat dood. Is dat goed? Ik denk niet dat het natuurlijk is om monogaam te zijn. Ik denk dat het een keuze is.